Hola amigos en welkom bij een nieuwe Game Theory hier bij Aldus Games. Ik ben Roy en vandaag ga ik weer een keertje een Sims 3 challenge doen hier op Aldus Games. Ik ga namelijk weer een keertje de 10 minuten challenge doen voor het bouwen van een huisje. Maar dan denk je misschien van Roy, wat staat er nou in de titel? Er staat 5 minuten. Ja, dat heb je zeker goed. Want ik ga vandaag geen 10 minuten challenge doen. Ik ga een 5 minuten challenge doen. Dus dat betekent dat ik in 5 minuten tijd een eenpersoonskamertje moet maken. Of nou ja, gewoon een eenpersoonshuisje of een tweepersoons, dat maakt ook niet uit. Maar het moet heel erg snel. Alsof je 1 minuut gratis winkelen wint in een winkel. Zo snel moet het. We mogen wel even een strategie bedenken, want we hebben maar 5 minuten. Dus we hebben heel korte tijd. We mogen alleen op de vloer mogen wij een soort blauwdruk maken. Dus echt hoe de vorm wordt van het huisje bijvoorbeeld. Dat mogen we neer gaan leggen. En daarna ga ik de timer aanzetten hier op mijn telefoon. En dan hebben we 5 minuten de tijd. En dan denk je misschien van Roy, deze video is langer dan 5 minuten. Hoe kan dat nou? De minuten zijn al begonnen. Maar dat komt natuurlijk door deze intro ervan. En dadelijk de outro als we naar het huisje gaan kijken als die af is. Ik ben super benieuwd. Ik heb letterlijk geen één idee in mijn hoofd. Ik heb geen idee hoe ik het ga doen. Oh my damn. Oké, dus ik mag nu wel eventjes wat dingen gaan neerleggen. En daarna mogen we pas beginnen. Volgende keer zou ik ook kunnen doen dat ik echt helemaal niks mag doen. En dat ik meteen moet beginnen. En dan 5 minuten. Dus oeh, dat wordt ook wat. Oké, even zien. Ik mag nog geen muren plaatsen, maar ik mag wel de vloer plaatsen. Even zien. Ik ga denk ik gewoon 1 houtsoort doen in heel het huis. En dat is dit lekker wit. Dit is de woonkamer. Zo, denk ik. Ik heb letterlijk geen idee. Dit is de wc. Dan heb je hier de slaapkamer. En heb je hier de keuken. Ik denk dat dit het huisje wordt. Dit moeten we letterlijk in 5 minuten gaan doen. Ik ga het wel even verdelen. Dus zo. En dit even zo. Oké, nee, dat kan niet. Nee, dat is heel lelijk. Weet je wat? We doen deze wel gewoon wit. We zoeken het wel gewoon uit. Weet je? Het boeit me eigenlijk helemaal niks. Even een vloertje voor de wc. Dat doen we ook wit. Of nou, die doen we wel even een gek kleurtje. Oh, gadver. Die is wel echt heel erg lelijk. Oké, die doen we die. Nou, weet je wat? We doen de groen. Ja, een groene... Nee, een bruine wc. Oh my god. Oké, Roy. Oké, stop it. Stop it. Stop it. Oké. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Ik heb letterlijk dit even net snel gedaan. Ik heb letterlijk geen idee wat ik ga doen. Er moet een bed in komen. Luister goed wat ik allemaal zeggen. Er moet een dak op het gebouw zitten. Dus op het huis. Er moeten 2 bomen staan. Er moet een goede keuken zijn waar je overal heen kan. En elke kamer moet voorzien zijn van lampen en ramen. Dus jongens, ik ben zo benieuwd. Ik ga de timer op 5 minuten zetten. Daar gaan we jongens. 3, 2, 1. Klik, ik durf niet. Ik heb geklikt, maar ik durf helemaal niet. Oh my damn jongens. Oké, ik ben heel, maar dan ook wel heel, oh shit, heel excited voor dit. Maar ik weet niet. Ik denk dat ik het sowieso niet ga halen. Want het is wel echt een opgave. Oké, ik ga eerst naar buiten. Ploppen we even iets erop. Deze, zo. En dan moeten we even een hek of een dak erop hebben. Oh mijn god, ik heb er geen woorden voor, jongens. Dit is heel erg lelijk. Nee, we doen even een witte baksteen. Witte baksteen, waar ben je? Oké, we doen die. Oké, met een bruin dak. Vind ik wel mooi. Oké, nee. Oh, we kunnen ook een automatisch dak doen. Maar dat vind ik niet mooi. Weg. We moeten zelf een dak maken. Even zien. Uit. Weg. Hup. Oké, meteen. We gaan weer hetzelfde dak doen als we vorige keer hadden, jongens. En die was wel goed gelukt. Dus die doen we hier nu ook gewoon. Zo. Ik denk dat het zo was. Ik heb letterlijk geen idee. Ik vind het niet mooi. Maar weet je, we moeten ermee mee doen. Deze kan echt niet. Dus die gaat weg. En er komt een ander dak in. Zo, denk ik. Hallo, Roy, je bent al super lang bezig met een dak. Hallo, stop it. Zeg ik weer stop it? Waarom zeg ik stop it in plaats van stop it? Oh my damn, oké. Even dit zo doen. Dan hebben we even iets mooier. Iets hebben we dan zo gedecoreerd. Oké, dit allemaal decoreren. Dat hoeft allemaal niet. Hier moet ik even decoreren. Oh mijn god, er zit een gat in. We hebben een balkonnetje. Oké, je kan er toch niet op komen. Oké, hup. Hoe lang hebben we nog? We hebben nog 3 minuten. Oh
My god. Oké, okay, ik ga het erin smijten, jongens. Ik ga het er maar in smijten. Elke kamer moet ramen hebben. Dit is echt freaking lelijk. Ik smijt het erop alsof ik... over 1 minuut gaat mijn vliegtuig. En ik moet even mijn vliegtuig halen. Oh my damn. Dit is zo snel wat ik allemaal zit te doen. Waarom hebben wij zo'n deur? Ja, kan ik nu niks meer aan doen. Oké. Okay. De deuren. Of nee, de muur. Oh my lord. Ik geef jou een groene kamer. Jij een bruine kamer. Een witte kamer in het toilet. Oké, okay, deuren erin. Huppatee. Gooi die deuren erin. Smijt ze maar erin, hoor. Ja, deze krijgt die deur. Oh my god. Oei, 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 oei. Ik vind het wel te spannend, dit. Oké, okay, een bank erin. Oh mijn god, dit wordt echt zo'n lelijk huis. Nee, we moeten echt even een andere bank. Roy, daar hebben we echt geen tijd voor. Schiet op, kreng. Sorry. Oké, ik praat weer tegen mezelf. Ik spoor weer niet echt. Alles moet er gewoon in. Weet je, het maakt niet uit hoe het eruit ziet. Ik moet even een lamp. Lamp hebben. Ik moet in elke kamer lamp hebben. Dus ik ga overal gewoon deze lampen standaard zetten. Want, weet je, dat is de voordeelprijs. Weet je, een aanbieding. Als je er 3 koopt, krijg je er 6 gratis. Zo voelt het nu eventjes. Oké, tafel. Ja, tafel in de badkamer. Ik bedoel in de eetkamer, in de keuken. Wow, Roy, je bent echt goed in de tekst. Wat je nu allemaal zit te zeggen. Oh my godjes. Oké. Ik wil eventjes nog een tafeltje hebben. Een bureautje. Want we hebben een bureautje nodig hier. Voor een computertje. Dan hebben we een tafel nodig. Ik voel letterlijk de druk in mijn arm zitten, jongens. Dit is niet normaal. Hoe lang heb ik nog? Nee, dat kost geen tijd. Dat kost tijd. Jongens, mijn woorden. Planten, hup, erin. Zo, die is freaking lelijk. Maar kom op, we moeten het doen. Oké, kom op, ga erin. Hallo, ga erin. Shit. Nee, oké. Ik heb hem geplaatst. Kleedje erin. Hartstikke mooi. Jeetje, wat een echt huis. Dit is de slaapkamer. Oh, maar ik ga dit niet halen. Ik ga dit echt niet halen. Dit is veel te moeilijk. Dit is echt heel moeilijk. Oh, maar oké, deze moet even hier snel. Zo, ah, die staat wel goed. Deze, snel erin. Oké, tv'tje hier. Dit is echt een enorme kamer. Oh jeetje, oké. Keuken erin. Huppatee. Oh, dit is echt leuk. Ik wil dit dadelijk nog een keer doen, misschien. Ik vind het heel spannend. Ik vind het leuk. Volgens mij heb ik het verkeerde aanrecht gepakt. Maar dat maakt niet uit. Zo. Dingetje erin. Zo. Deze weg voor een dingetje. We hebben al echt vet veel. Maar de tijd zal vast wel dadelijk voorbij zijn. Jeetje, ik krijg echt de kriebels hiervan. Echte kriebels. Kan je in elke kamer komen? Ja. Toilet. Shit, we hebben helemaal geen badkamer idee of zo. Oké, wat moet ik nu? Wat moet ik nu? Stress. Druk, jongens. Druk. Bad hierin. Want dat kan. Hier. Dit hier. Zo. Oh mijn god, je kan niet in die kamer. Krijg nou de ballen. Deur. Pak een deur, Roy. Pak een deur erbij. Doe een deur erin. Deur kan er niet in. Shit. Oké. Het lukt. Oké, je moet je handen wassen. Nee! Ta-ta. Oké, dat was hem. Oh my god. Oké, ik vind het nog best wel goed van onszelf dat we dit allemaal in 5 minuten hebben gedaan. Weet je, het ziet er heel lelijk uit, het huis. Het is echt afschuwelijk. Van de buitenkant is het geen eens zo erg. Maar deze deur, die kan echt niet, hè? Hallo, stel jij zit hier s'avonds. Zit je lekker hier op de bank, even tv te kijken met al de planten. Maar daar hebben we het dadelijk over. En je wilt even wat drinken aanhalen in de keuken. En dan zie je iemand buiten staan in je tuin. Gadverdamme, dat is eng. Oké, even zien. Ja, dit is wel een beetje redelijk. Kijk even, oké, dit thema voor de woonkamer. Ik had het letterlijk niet in mijn gedachten. In mijn hoofd, echt totaal niet. Het is helemaal groen geworden. Er staat hier opeens een plant naast. Een toverballenstruik ook. Daar kan je nog dood van gaan hier ook in de Sims. We hebben hier een bananenplant. Nou, dat is wel goed in het thema. We hebben hier de zonnetuin. Die staat letterlijk een meter van de muur af. We hebben hier een kast. Die kon ook makkelijk gewoon hier zo staan. En deze moest nog hier. Je kan laptoppen. Gewoon letterlijk computeren op een tuinstoeltje. Ik weet niet waarom. Oké. De slaapkamer is letterlijk de lelijkste. Ik bedoel, de karigste. Dus dat er niks in zit. Slaapkamer, het is letterlijk een rode muur. De kleur van de liefde. Maar ik vind het afschuwelijk eruit zien. Met een bad, een lamp die midden in de kamer staat. Een bureautje en nog een lamp. En een deur naar
douche. Dit is echt een moordhok geworden. Krijg nou de ballen. En dan gaan we naar de keuken. Waar ik het meest blij mee ben, want dat was het makkelijkst. Omdat, ja, het is eigenlijk best wel makkelijk. En hij is meteen... Deze kamer is echt af eigenlijk voor de 5 minuten challenge. De andere kamers vallen best wel mee. Alhoewel vind ik dit fornuis. Past niet echt in het thema, maar boeien. Maakt niet uit. We hebben geen afzuigkap of zo dergelijks. Maar voor de rest vind ik wel... Dit kan toch niet? Het dak is zo lelijk gedaan. Waarom heb ik niet gewoon een standaard dak gedaan? Dat kostte zoveel tijd, denk ik, die daken doen. Hier. Wat nou als ik zoiets deed? Was het nog beter ook nog? Dit ding moest echt weg. Dat was echt freaking lelijk. Oh, nou. Dan doen we het maar even zo. Zo, kijk. Dit is nog beter. Dit was zoveel beter geweest. Jeetje. Oh, wat ik wel in mijn gedachten had. Oké, dat ga ik nu even doen. Ik had zo'n gedachte dat ik dit hier zo doe. Dat vind ik wel cute. En doen we hier een bankje bij. En ik had... Oh, en we hebben geen bomen gedaan. We hebben geen bomen geplaatst. Nou, helemaal niet aan gedacht. Maar ja, oké. Okay. Weet je, dit is het geworden. Jeetje, wat erg. Wat een hok. Mijn damn. Oké, maar je kan erin leven. Alleen, je kan je handen nooit wassen. Want ik heb hier wel een douche. Hartstikke goed. Ik heb zelfs een bad. Oh my god. Oeh, hoor je dat? Ik heb zelfs een bad. Oh my god. Dat rijmt een beetje. Ik heb een wc. Maar ik heb geen wastafel. En dat wilde ik nog doen. Op het laatste moment. Maar toen ging de timer af. Oh jeetje. Ik vond het een coole challenge. Het was een korte, maar krachtige challenge. Maar ook volgens mij wel heel erg leuk. Hopelijk vond het wel heel erg leuk. Ik ga het nu een beetje leuker aanpassen. Want het ziet er niet uit. De ramen, alhoewel, vind ik niet heel erg. Ik had het wel even zo gedaan. En dan gewoon zo. Dat is veel netter. Dat zie je ook buiten meteen. Dat er veel beter uitziet. Maar ja, weet je. Het is maar 5 minuten. Hè? Probeer het maar zelf een keertje. Het is echt lastig. Jeetje. Oké. Dit was de video weer voor vandaag. Als jullie nog zo'n challenge willen, laat eventjes weten hier in de reacties. Dan zie ik dat graag tegemoet. Dit was de korte video, maar toch vond ik wel weer een leuke video. Want het was wel even heel erg snel en alles en leuk en doen en zo. Dus als je het een leuke video vond, doe eventjes een duimpje omhoog op deze video. Als je het niet leuk vond, dat kan natuurlijk ook. Maar doe nog wel eventjes een duimpje omhoog op deze video. En hopelijk zie ik jullie volgende keer weer hier op Hans Games met een nieuwe video. Of bijvoorbeeld een nieuwe challenge. Bye bye!